Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is maandagochtend en we zijn ons aan het klaarmaken. Sarah gaat naar school. Ik ga daarna even boodschappen doen. Boodschappen weer gedaan. Wat heb ik meegenomen? Optimaal, yoghurt, schuifjes. Daar zijn ze hier helemaal gek op. Melk, schnitzel. En ik doe ze wat zelf paneren. Super lekker. Bananen. Hutspot. Nasty bami groente. En deze ook zo lekkere koekjes. Sarah is ondertussen uit school. En we gaan het huis vieren voor de Pasen. Ze gaat goed met praten. Hi. En we gaan hem hier neerzetten. Dus we moeten even het kastje leeghalen. Even kijken wat ik met die spullen van nu ga doen. En ik heb paastakken. En dit is dus het eindresultaat van Sarah's versieren. Ik moet wel zeggen dat ik de kast een beetje leeg vind. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Dit moet dus nu ook allemaal een plekje krijgen. Maar dat vind ik niet leuk op die tafel. En toen was mijn kaart vol. Ik heb zo'n trek in dit vlees. Ik ga lekker schnitzels eten. En ik heb ze zelf gepaneerd. Dan vind ik ze echt het allerlekkerst. En er liggen bij het Marcus weg dan. En ik heb een momentje. Ik heb mijn theetje. Net gezet, die is nog een beetje heet. En ik heb mijn boekje weer. Heerlijk om te lezen, maar echt, ik word hier zo hebberig altijd van. Net als bijvoorbeeld dit. Ik wil ze het liefst gewoon allemaal. Het is dinsdagmiddag en we zijn heel de tijd op school geweest. Ik heb geholpen op de overblijf heb ik ingevallen en daarna geholpen. Ze hadden projecten en alles. En op school mag je natuurlijk niet filmen. We zijn dus even nu gewoon lekker aan de bank hangen. Misschien gaan we ook even een paar vlogs kijken of tv. En dan ga ik zo koken. En dan weet ik het nog niet. En dat maakt niet uit. Je bent een gekkie. Je bent een gekkie. Je bent een gekkie. Gekkie, gekkie, gekkie. Zo grappig, als je Sarah kietelt, dan moet ze lachen. Wacht. Maar als ik dan... En nog niet aanraken, moet ze ook meestal lachen. Gewoon bij het idee dat ik te gaan kietelen. Komt ie, hè? Komt ie? Oh, ik ga echt helemaal stuk. Goedemorgen, het is woensdagochtend. Wij zijn klaar om naar school te gaan. Ja! Gisteren heel erg uitgerust, dus had ik echt een behoefte aan en zin in. Zelfs de laatste twee happen van de ontbijt aan het eten en dan stappen we op de fiets.
Ik ben ondertussen al thuis klaarmaken om de deur uit te gaan. Ik ga Sarah ophalen. Ik heb vandaag deze gebreide trui aan van Benetton. Die geruite broek uit Shoplog van Rosner. En zwarte laarsjes, die vind ik het aan moment. En dan snel Sarah ophalen uit school. Dan gaan we even lunchen, dan gaat zij balletten en ik ga stemmen. En ik stem zelfs 6 keer, want er zijn 2 verkiezingen tegelijkertijd en ik ben 2 keer gemachtigd. Ik heb Sarah opgehaald, die is nu wat lekker drinken aan het maken. Al gaan we zo weg, niet handig. Ik heb de stempassen, alle 6, paspoort. En dan dus ballet en dan ga ik ondertussen daar stemmen, want dat is op dezelfde plek toevallig ook. Goedemorgen, het is donderdagochtend. Ik moest even nadenken. Ja, klopt. Sarah is bijna uit school. Dus ik ben even nu snel nog brood aan het klaarmaken. En dan ga ik de ophalen. En dan gaan we even snel lunchen. En dan komt opa gezellig langs. Dus dat is helemaal leuk. En ik heb echt deze ochtend mega veel dingen opgeruimd en uitgezocht. En klaar weg. Morgen ga ik daar heel veel van wegbrengen. We zijn weer thuis en het is echt heel leuk. We hebben net gegeten en Sarah die is een brief aan het schrijven, maar ik mag dus niet zien wat ze schrijft, dus ze is in de keuken gaan liggen. Ik ga niet kijken, echt niet. Kijk maar. Wat schrijft dat toch? Hoe is je van ook? Je bent heel voorzichtig dicht gedaan, hè Sarah? Nou toch weer zo'n raak mee. Dan ben jij. Sarah. Een tekening van Sarah. Oh, ga maar bij opa. Wat die is mooi. Nou, die is mooi zeg. Heb jij die op school gemaakt of thuis? Op school. Want ik doe verven op school. Op school. Hoe doe je dat? Met kwastjes of met je vingers? Met korstjes. Met korstjes. Hier ook zijn stichting. Of hier, maar oh. Ja, want we hebben nog een ding. Nou, dan ga ik slapen, denk je. Met een kommetje. Doe je ook maar, opa. Kan jij dat weer? Jij bent de handige ding dan ik. Met die kleine vingertjes? Ja. Toch is een tekening. Kus mama en opa en Piet. Opa Piet. Ja, wat had je nog meer geschreven? Mama en liefde. Opa Piet. En liefde. Love you staat er. Dat betekent. Wat staat er? Love you. Ja. Wat is staat hier dan? Love you. Love you. Oh, love you. Oh, love you. Nou, dat is een mooie. Aan de achterkant staat de datum. Sarah weet gewoon dat jij de datum er altijd graag op wilt. 3. En die heb je pas gemaakt? Ja. Nou, dat is... Nu ben je toch knap, meid. Je kan al zoveel zelf. Die had ik net Kijk, gepakt. Opa, ja, had opa niet opgelet? Nee. Okay. Ik weet waar de andere is. Waar is benieuwd? Ik weet waar de andere is. Waar is die dan? Kijk of je het nog weet. Ik weet het nog. Nee, ik weet het nog. Was je afgeleid? Ja. Ja. Als het dan... Kan gebeuren. Nee. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. En we zijn ondertussen al klaar voor school. Het is echt een wereldwonder. En we zijn ook gezellig met Mila. We lopen even met z'n drietjes naar school. Ze zijn helemaal blij. Echt super schattig. Daar heb ik mega veel te doen, maar dat zien jullie allemaal zo. Voor nu is die meid op tijd op school krijgen, want dat is natuurlijk wel even fijn. Dit is super.
Zo, ik ben weer thuis en ik heb flink opgeruimd natuurlijk de afgelopen weken, met natuurlijk wel een pauze erin. En ik heb heel veel klaarstaan wat ik zo weg ga brengen. Ik zal het even laten zien. Dit gaat dus zo de deur uit. Ga ik zo doen, even nog wat dingetjes nalopen. Dit ruimt gewoon zo verschrikkelijk op. We zijn weer thuis. Ik ben de hele tijd bezig geweest. Dat heb ik eigenlijk niet gefilmd. Maar alles is weg wat ik heb laten zien. En ze hebben ze schoenen goed aan het aandoen. Dus het is echt vandaag één dagje heerlijk weer. Het is echt 17, 18 graden. En ze wil nog heel graag gaan springtouwen. Dus dat gaan we doen. En het is vandaag de Nationale Pannenkoekendag. We hadden eigenlijk met wat klasgenootjes dat we met z'n allen pannenkoeken zouden eten. Maar iedereen heeft privéredenen, dus het gaat eigenlijk niet door. In ieder geval niet iedereen, bijna iedereen. We doen het gewoon een andere keer, dat iedereen kan. Even wachten. Oké. Okay. En dus ik ga zo zelf pannenkoeken bakken, want ik heb hier een heel klein meisje dat heel graag pannenkoeken wil. Dus even naar buiten, even genieten van het lekkere weer met het grote springtouw. En vorige keer ging dat best wel goed. Ga je hem pakken even in de scheur? Ja. Ga hem even pakken. Dus, oh ja, ik moet hem natuurlijk openmaken, anders kan je niet te tellen. Ik kan al bijna bij. Nou, het scheelde maar 30 centimeter. 1, 2 en spring. 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 Ah, jammer. Echt niet leuk, we zijn dus gewoon niet aan het spelen. Zie ik dus op een gegeven moment dat er overal glas ligt. Dus nu ben ik dat aan het wegvegen. Maar echt bizar. Wie doet dat op een kinderspeelplaats en alles vol glas? Dit soort stukken, die zijn echt groot en echt super scherp. Nou ja, buiten spelen werd dus voor mij over glas opruimen. Sarah heeft wel lekker buiten gespeeld. En we gaan nu pannenkoeken bakken. Zo heel goed ziet. Kijk in het scherm. Echt een pannenkoekpan. Dus die is echt heel dun. En die ga ik voor het eerst gebruiken. Dus ik ben heel erg benieuwd. En we hebben weer heerlijke pannenkoeken. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. En ik ben hier met deze kleine superheld. Die met de schoen op de bank staat. En gewijs. En ja, we zijn eigenlijk niet veel aan het doen. En gisteren was zo lekker weer. En vandaag is het iets minder lekker weer. Dan ga ik morgen allemaal doen dan. Je gaat naar opa, want ik ga morgen uit eten. En wat ga je? Met een aantal hele leuke moeders van school. Daar heb ik echt mega veel zin in. Maar dan ben ik er natuurlijk niet. En Sarah die gaat overdag dan al mee met de vader, want die gaat naar zijn vader. Dus Sarah gaat naar opa. En dan eten ze daar, maar dan is ze natuurlijk overdag ook al weg. Want het is best wel een stukje rijden. Dus dan ben ik alleen. Sarah heeft ondertussen zelf geregeld dat ze bij een vriendinnetje gaat spelen, dus die ga ik even brengen. En nu dus alleen, dus ik ga het huis maar even flink door. Thank you.
Zo, boekenkasten zijn schoongemaakt en ik heb ze een beetje heringedeeld. Dus dingen die aan de rechterkant heb ik als dingen staan die ik al gelezen heb, links die ik nog niet gelezen heb. Maar links stond best wel een beetje door elkaar, dus nu heb ik series weer bij elkaar gezet en mijn kast lekker schoon. Dus daar ben ik heel blij mee. En dat die twee stapeltjes, dat gaat dan weg. Zo, en ondertussen zitten we aan tafel en Sarah is er weer! Ja, ik heb net bij Pien gespeeld en het was leuk, want ik heb haar gemake-upt. Ja. Speelgemake-up. Ja, en we zijn nu lekker risotto aan het eten. Goedemorgen, het is zondagochtend en ik ben helemaal alleen. Maar goed, ik ga mijn tijd wel even gebruiken. Ik heb deze besteld en ik kende het zelf eerst helemaal niet. Maar daar ga ik zo even een extra video mee opnemen. Zo eerst even douchen en mijn haar wassen, want ik moet met nat haar. Mijn haar ziet er ook echt niet uit nu. Maar goed, en die ga ik dus niet laten zien in de vlog. Dat vind ik niet leuk, maar die extra video zorg ik dat die online staat. Dus dan zorg ik aan het einde van de video dat je door kan klikken. En vanavond natuurlijk lekker uit eten. En ik ga denk ik pas vloggen weer vandaag als die dingen uit mijn haar zijn. Want dat vind ik wel leuker. Dan is het echt allemaal in de video te zien. Ik heb een video opgenomen. Dit is mijn haar geworden. En nu mag ik dus al die dingen op gaan ruimen. Ga kijken of ik ze weer allemaal in de zak krijg. Ik heb me ondertussen klaargemaakt voor vanavond. Mijn haar blijft nog wel redelijk zitten. Dus dat vind ik wel leuk. Ik heb deze top aan met die aparte mouwtjes. Die broek die hebben jullie gezien natuurlijk in de shoplog pas. En ook de pumps. Volgens mij in dezelfde shoplog, maar die hebben jullie ook langs zien komen. En ik heb er zo'n zin in. Heel veel zijn het al van begonnen. Dankjewel. Ik vind het hele film. Dat is niet. Best wel spannend ook nu, want omdat we onverwacht zijn, hebben we de helmpje ook niet bij ons. Dus we moeten extra goed vasthouden daardoor. Ik zeg wel, ik heb liever dat ze geen gat in de hoofd valt, zeg maar. Maar het gaat best nog wel redelijk na zo'n tijd, maar ze zijn nu zo snel vooruit. Ik laat het zo zien als ze de andere kant weer opkomen.